De westerse kijk op zaken vormt een barrière om te komen tot meer detail in de oorsprong van de Akan-taal. Dit vertelde Neerlandicus Renate Sluisdom gisteren in het Nationaal Archief Suriname bij de presentatie van een verslag van een studiereis naar Afrika. De wetenschapper geeft aan dat het interessant is om te onderzoeken onderzoeken te doen naar talen zoals de Kromanti en de Luangu die bekend zijn in Suriname. Anderen zeggen het is een puur sacrale taal. Je mag het alleen in zulke situaties gebruiken. Het is een taal om je te verstaan met God. Ik heb aanwijzingen gevonden dat dat misschien uit Afrika komt. Dat de oorspronkelijke Akan-taal, die geen Kromanti heet, maar het oorspronkelijke Akan, dus oorspronkelijke, en daar heb ik het over wat mensen weten van ongeveer 5 eeuwen geleden, 14 zoveel, 15 zoveel, 16 zoveel, dat de wetenschappers, de taalwetenschappers in Afrika, Afrikaanse wetenschappers, ervan uitgingen dat die oorspronkelijke Akan-taal puur door God gegeven was. Sluisdom geeft verder aan dat de bekende Luangu- en Kromanti-talen niet worden genoemd als officiële talen in het Westen. Musicus Lisbeth Perotti stelt dat er ook studie is gedaan naar de compositie van Afrikaanse muziek bij hun reis. Elke keer ontdek je weer zoveel. Ik gaf al aan, het is een oriëntatiestudie. Oriëntatie naar mogelijke verdieping en verbreding. Welk instituut? Wie moet ons hierin begeleiden? Want dit zijn persoonlijke pogingen geweest, ook op initiatief dus van Renate, die met het voorstel is gekomen om een overzees programma aan te bieden, want dat heeft ze gedaan. Wel, die inspiratie kwam dus inderdaad vanuit de universiteit, van ons, die studie die we deden, maar dit was een persoonlijk initiatief, wat alle lof krijgt, gewoon omdat wil je je verdiepen. Perotti geeft aan dat het goed is om onderzoek te blijven doen naar de oorsprong van zaken. De oorsprong moet centraal staan in de zoektocht naar de eigen geschiedenis, meent de muzikus.